Ja, daar zijn jullie op geabonneerd. En daar ben ik en mijn diertjes heel erg blij mee. Thuisgekomen, nou voilà. Keurig netjes weer. Zo, lieve vrienden, een hele goede middag gewenst. En het is vandaag alweer maandag, 31 mei, 12:35. Ik ga zo weer even middenhondjes uit, maar allereerst wens ik jullie natuurlijk weer een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ja, daar zijn jullie op geabonneerd en daar ben ik en mijn diertjes heel erg blij mee, zeker te weten. Daar gaat de klok. Die slaat dus nu 12:30. Dan is die 4 minuten achter op de pc en ik ben een minuut voor op de pc. 2 nu. Maar ja, oké, maakt allemaal niet uit. Ik heb hem zo goed als gelijk kunnen krijgen, maar dan moet ik hem weer eventjes een zetje geven. Hij loopt dus een beetje achter, maar niet veel. Nee hoor, dat valt ook mee te leven, weet je. Maar oké, het is hier vreemd weer. Het is bewolkt, het is kier. De lucht is scherp, maar ook de zon die schijnt. Vreemd, ja, heel vreemd. Je moet je ogen gewoon dichtknijpen of met de zonnebril opdoen. En dan ja, kan je iets beter kijken. Die kant kan je nog beter opkijken dan die kant. Maar ja, maakt niet uit. Kan de pret niet drukken. Om 14:45 komt Astrid. Wanneer het haar laatste dag is dat ze hier zal werken, weet ik niet. Ze heeft een maand op zich termijn, maar ja, de nieuwe baas die verwacht dat ze de 28e begint. En ze heeft ook nog een aantal uren openstaan. Nou, dat is ook zo'n beetje 14 dagen. Maar ze kreeg... Ze had donderdag een e-mail gestuurd met een ontslagbrief erin. En daar had ze vrijdagmiddag nog geen antwoord op. Nou ja, een beetje een goed bedrijf. Die kijkt dat 's morgens allemaal naar en die stuurt dan berichten terug. Maar het is geen goed bedrijf. Ik wil er ook weg. Want het is dus zoveelste keer al dat er een sodemieter is. Ook met invalhulp. Dat ik dan niet tevreden ben. Ik kwam me trouwens zaterdag nog tegen die inval. Hallo, ik zeg ook hallo, ik heb haast. Ik moet door. Dus ik tegen Elwing en Rijken zeg door. Ik had geen haast, maar ik had geen zin om een gesprek met haar aan te gaan. Nee, want ik heb nog steeds die splinter in mijn duim. Al is die niet te zien, maar wel te voelen. Ja, en dan met dit dingetje, wat ik jullie van de week al liet zien, daar gaat het wel mee, kan ik hem wel zien. Maar ja, je hebt twee handen, je hebt meer handen nodig, ook die splinter moet verwijderd worden, dus ja. Dat gaat dus niet in mijn uppie, nee. Dan moet je wel goed materiaal erbij hebben. Maar ja. En ik weet waar die zit, dus ik zie hem wel, maar ik zie hem niet uitkomen. Dus, maar ja, we wachten het gewoon af. Wie weet gaat het zweren. Nou ja, dan kunnen ze het beter zien, hè. Dan wordt het wel een raar plekje. Ja, want ik zie hem nou wel. Want hij is heel anders van kleur dan de rest van de duim. Dus, ja. Het zal wel niet dat jullie hem zien. Een wit puntje. Nee, want ik zie het zelf niet eens. Nou ja, lekker belangrijk. Komt vanzelf wel goed. Maar ik ga in ieder geval nu lekker even de meiden uitlaten. En we zien wel wat we beleven. En beleef ik wat leuks, dan pak ik mijn mobiel er even bij en beleef ik niks. Nou ja, het is het geëikte rondje. Ik beleef alleen nog maar gekke dingen waar je dan niet bij stilstaat om je mobiel te pakken om dat te filmen. En, want dat is die man die mij aan wilt rijden. Nou ja, daar staat je hoofd er niet bij, want dan moet je veiligheid zoeken.
Ja, en dan een vrouw die me de huid vol gaf, omdat ik Rijka er niet aan mocht spreken dat ze normaal moest doen. Toen was ze stout bezig. Wat ze deed, weet ik niet meer, maar in ieder geval die vrouw die zei dat ik naar haar moest luisteren. Hallo, ben je mijn moeder of zo? Dacht niet. Nee. Maar oké, lieve vrienden, wat dat er gaat, ja. Domme lui hey, om je heen, of je hebt ze niet om je heen, maar ik heb ze dus wel om me heen en ik ken ze niet eens. Nee. Maar in ieder geval, ik ga lekker mijn hondjes klaarmaken en mezelf. Maar wel later staat er al. Dus ik moet eerst mezelf klaarmaken, dan de hondjes intuigen. En dan komt alles goed. Ik zou zeggen, hou vol voor de moed. Heb een fijne, liefdevolle dag vandaag. Want ja, zonder liefde bereik je ook niet veel, hè? Nee. Ik hoop dat iedereen een liefdevolle mensen om zich heen heeft. Dat ze liefde kunnen geven en liefde kunnen ontvangen. Van mij krijgen jullie sowieso liefde. Doei! Zo, lieve vrienden, dan ben ik weer eventjes retour. Want ja, er is alweer het een en het ander gebeurd. Ja, niet onderweg met de honden. Nee, toen is er, ik heb gewoon mijn ronde gedaan, klaar. Ik ben thuisgekomen, nou voilà. Keurig netjes weer. Alles staat in de vaat, was het te spoelen, tenminste te af te wassen. Maar dat ik bijna thuis was, in de Zijstraat, stond een leuk busje met een embleem erop. Van een postorderbedrijf. Maar ik geen reclame, nee, doe ik lekker niet. Maar ik had wat besteld en dat was een nieuwe winterjas. Die heb ik sowieso nog nodig. Zal je gek opkijken, ja, zelfs mijn handschoenen heb ik nog nodig. 'S Nachts, wanneer ik met de hond uitga. Maar, we gaan hem even samen nu pakken, hè. Ja, daar gaan we mooi mee doen. Maar dan moet ik denk ik eerst, ja, auw, mijn splinter. Zal ik die er nou gelijk uit kon trekken, hè, met dat plakband. Nou, dat gaat het niet worden. Jeetje Maria, ze weet het ook wel in te pakken, hè? Maar hij komt, hij komt, hij komt. Astrid die zit er ook, maar die wilde niet op. Maar ze kan wel even helpen. Astrid, kan je vertrekken? Ja. En dat witte? Dank je. Oeh, wat is dit nou weer? Ik weet niet. Of het is een touwtje voor in de jas. Ja, of het is. De capuchon. Kan allemaal. Er zit hier een. Een ritselaar, denk ik. Ideaal. Wat? Oh ja, mijn bandje zit er ook nog bij. Die kun je er dus afhalen. Nee, Rijka. Nee. Zou ik hem passen, denk je? Met gemak. Met gemak, zegt ze. Dat is een centuur, maar die heb ik toch niet vast. Want ik heb er wel een centuur om me heen. Van de honden. Oh ja, ja, ja. Dan moet ik even zien hoe dit nou weer los moet. Dit is net iets als bij die jas die ik voor Karin zou krijgen, maar wat ik niet kon, want die past er niet. Maar ik moet mijn vest eronder hebben, hè? Die moet er wel onder kunnen. Ja, dan kan ik hem omdraaien. En ik kan hem aan deze kant dragen. Want dan zie je wel die naden. Maar het is wel netjes afgewerkt, die naden. Er zit een biesje omheen. Hij is leuk. Maar dan heb ik ook een bondje. Knoopjes.
onverschillig, maar hoe moet die wel? Ik zag, voelde wat. Annemarie. Hij zit er al aan eentje vast. Dan hoop ik dat ik dat goed doe. Ze hadden wel even een voorbeeld erbij mogen geven, een boekje net als bij dat apparaat. Ja. Van hoe maak ik het vast? Hoe moet ik het doen? Nou, dan is het weer in het Engels natuurlijk. En dat snap ik nog niet. Nee, ik vind niet. Nee. Hij is wel mooi. De tweede is ook vast. Dan moet ik de derde zoeken. Hele kleine, pieterige rotlusjes. Dan moet je maar vinden tussen die haartjes van dat namaakbond. Halleluja. Ja, ook nummertje 3 zit vast. Dan hoop ik echt dat ik het goed doe, hè. Nummertje 3 zit vast, zei ik. Ja. Dan vond ik weer een lusje. En dat was nummertje 4. Mijn andere jas die ik ooit had gekocht. Ik had geld gekregen van iemand. En daar had ik een hele mooie jas voor gekocht. Met leer erbij aan. En een echte bondje. Dat zat met drukker voor. Dat is vele malen makkelijker. Ja, misschien wat voor jullie Wish. Of AliExpress. Of welke postorderbedrijf ook. Misschien niet postorderbedrijf, maar hoe noem je zoiets? Zo'n winkel. Internetwinkel. Een internetwinkel. Zoals Wish en AliExpress en weet ik veel. We zijn er nog veel meer. Gewoon met drukkertjes doen. Dat is vele malen makkelijker. Maar ja, die jas had ik hier gewoon in de hand gekomen. Bij die lederzaak die er niet meer is. Ja, die is er helaas niet meer. Heel erg jammer. Nee, het is nu eenmaal zo. Hallo. Ik voelde er één en zo voel je hem binnen. Ja. Het is ook wel heel erg klein. Ja, dat was die. Wow. Nou, nog eentje te gaan. Moet ik die even zoeken? Ja, die heb ik ook gevonden. Is dat bloemetjes op? Hartjes? Nou, dat is echt bij iets voor mij, hartjes. En ik zie een muziekinstrument. Het lijkt op een gitaar of een viool. Een van die twee, dat zie ik nog niet. Hij wil niet. Haartjes zijn er weg. Hup. Kom op. Dat is zo vervelend doen. Nou, dacht ik dat hij eromheen zat? Dacht je dat? Nee dus. Dan gaan we nog een poging wagen. Vliegt hij er weer af. Kom hier, lusje. Zo, hè. Nou, kijk eens. Nou, ik zal hem even... Maar wat die nou even is, ik kan nog niet weten. Zo dan. Doe zo.
heel klein zakje of zoiets. Maar die zit wel dicht. Waar het voor is. Ah, die zit dicht. Het is dubbel. Waarom doen ze daar dan een... Ja, dat is ook allemaal dicht. Er staat denk ik dat merkje op. Ja. Als het door en door gestikt. Nou, jij is hem maar. Echt, dat is hem maar. Dan moet ik mijn stok hebben, die hangt daar ook. Even mijn stok halen. Die kan ik hier hangen. Zo, zijn er drie? Wat voor? Ik weet het echt niet. Ik moet even deze kant op, als ik hem eruit heb. Dan moet ik die even die kant op. Ik doe hem eerst even aan. Nee. Dan gaan die weer? Nee. X11 hoop ik. Of XXL, dat wil niet dicht. Nou, dan mag jij me helpen met de reformeren. Want ik weet niet hoe dat moet. Ik ook niet. Staat wel op die zak. Nou, hij past me niet. Hij heeft met de krap. Verdikke me. En ik ben afgevallen, hè. Staat die maat er ook in? Niet in de hals, nee, natuurlijk niet. Waar gaat die buizen? Staat hier ook niet op? Goed. Kun je dan een andere bestellen voor diezelfde maat? Tenminste, voor de... Dan moet ik alles weer losmaken. Jeetje, had ik hem maar eerst gepakt. En losmaken gaat meestal sneller, ja. Hè, is dat balen? Echt wel? Ja, ik meen het wel aan de mouwen te voelen. Ja. Dan kun je me aanleiden. Ik denk, hier, mijn vis niet onder doen. Hij is wel mooi. Als je op de site kijkt wat je bestelt. Er staat wel een 2 om 3. Ja, dat bedoel. Maar op die zak staat de routinering. Dat is een standaard e-mail. Dat is een standaard adres. Kijk dat ze dat. Dat is toch weer een beetje. Jeetje, wat erg. Ik baal ervan. Denk je weer iets te kopen? Ja. Hé, ik kan dan weer skanten. Top. Helemaal geweldig. Van Bacina. Ja. Zo'n kleine kruisje. Ja, echt. Inderdaad. Ik weet niet eens hoe hij opgevouwen was of dat nog. Hij is wel mooi hoor. Hij is hartstikke mooi. Wat moet dat voor een instrument wezen? Gitaar of zo. Oh, waar is de strekstop dan? Ik weet niet meer hoe die opgevouwen was. Nou, sluiten die handel. Sowieso dicht. Nou, en ik heb de capuchon naar binnen gedaan. Touwtjes ertussen.
Zo, als ik het al weer in. Even aanproppen. Ja. Zonde, hè? Een balig als een stekker. Je denkt, je bent allemaal groter dan dat je verkleding hebt. Ik mag wel een XXXL nemen uit Japan. Ja, echt. Oh, wat is dat vader. Ja, tuurlijk. Ik zit met het plakband te hangen. Ik moet toch hier ook weer in moeten. Ik zal hier ook weer in moeten. Nee, die zak die trek je kapot. Maar kom maar er wel. Balen! Wat een dikkie! Echt. Dan bouw je als een stek. Nou, dat gaat het hem ook niet worden, dat hij daar weer terug in wil. Ik zal hem haast in de vuilniszak versturen. Ja toch? Doen hun in principe ook. Even aanpoppen. Zo. 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 Nou. Als die daar eerst nog weer een stukje vast zit. En de rest dat maken we wel weer op een andere manier dicht. Hij zit er goed als het kan erin. Ja. Er moet eventjes een ander stuk. Ja. Plastic eroverheen. En dan ook even het plakband. Kijk. Dat moet ik even zien te maken. Nou ja. Ik vergeet het bandje. Ah! Doen we er ook gewoon. Doen we er los. Nee, dat gaat het niet worden. Oh, nee. Echt! Nou. Dit is zo niet leuk. Laat hem zo maar staan. Ik vind dit baal. Ja, nou ja, er is niks aan te doen. Hij moet retour. En ik zal eventjes kijken hoe ik dat moet hebben met mijn geld en een andere jas. Dat moet wel, ja, geld terug en een andere jas koop ik. Ja. Hij moet ook een paar maten groter nog een keer. Ja, ik kan er ook niks aan doen.
Maar oké, lieve vrienden, helaas, pindakaas, het feest kon niet doorgaan. En dan moeten we maar weer even zien en hopen dat het op een andere manier wel gaat lukken. Dus ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag, ga ik ook even doen. Ik ga er niet om treuren, nee, echt niet. Je baalt enkel eventjes, maar komt wel goed. Ik zou zeggen, hou vol voor de moed en tot later. Doei! Zo, lieve vrienden, dan ben ik weer even. Mijn huisje is weer spik en span, want Astrid die heeft verder de boel gedaan voor mij. Jullie weten dat ik een miskoop had gedaan met die jas. Hij wordt schitterend mooi. Echt waar, petje af voor degene die dit bedacht heeft. Ook de stof, materiaal, alles perfect, maar de maat niet perfect. Nee, XXL behoor ik te passen. Maar ja, het zijn Japanse bedrijven die erachter zitten, dus ja. Japanse dametjes, noemen ze dat een XXL bij de Japanse, maar nee. Dat maatje heb ik niet, nee. Dus nou heb ik hem weggebracht naar een andere lieve vriendin. Ja, die dank ik op mijn blote knieën. Die gaat hem voor mij verkopen wanneer het weer de tijd is om winterjassen te kopen. Ja. Dus hij legt daar nou voorlopig totdat het tijd ervoor is. En dan gaat zij hem voor mij verkopen. Dat is helemaal top, geweldig. Ja, helemaal top. Ja, wat is je meisje? Kom maar. Kom maar, kind. Kom maar. Kom dan. Wil je niet komen? Wat is je dan? Rijka. Nou, maar een meisje. Ben je maar een meisje? Maar in ieder geval, ja, daar ben ik blij mee. En dat wordt dus gelukkig voor mij gedaan. En dan staat er eentje tegen de deur op, waarom weet ik niet. Nou is het dus alweer gaan zitten, maar moet je naar buiten. Hoi het zonnetje in. Hoi het zonnetje in. Hoi het zonnetje in. Ja? Hoi het zonnetje in. Nou, dan ga je het zonnetje in. Doei. Ja, dat zei de zon toch in. Nou ja, laat me lekker gaan. Zij heeft er zin in. Nou ja, moet ze zelf weten. Ja toch? Voor mij hoeft ze dan niet binnen te blijven hoor. Nee. Maar in ieder geval, ik ga zo meteen even bezig met filmpjes weer in mappen te doen en een naam te geven, zodat ik weer genoeg spul heb om te editen. Renderen, noem maar op, filmpjes in elkaar zetten. Heb ik weer genoeg te doen. Ja toch? Ja, ik zou zeggen. Geniet verder van jullie dag. En doe het met een lach. Dan hebben we allemaal plezier. En ik doe het hier. Ja, dus iedereen op zijn eigen manier. Ik zou zeggen, tot later. Zo, lieve vrienden. Ja, mijn arbeid zit er weer op. Ja, de boel is weer aan de kant. Ik ben ook nog heel even op de booster weg geweest. Even heel, heel snel heen en terug. Dus ja, dat weten jullie geloof ik ook al. Ja, dat mijn jas voor mij wordt verkocht. Ja, dat weten jullie al. Ik heb een vlog in elkaar gezet en naar YouTube gebracht en ingepland. Ik heb de rollator al klaargezet om te wandelen met Rijka en Elwing. Rijka staat dan op de vensterbank. En Kandalf die het eten in de gang. En het is alweer 18:26. Ja, de tijd houdt geen schaft als je het zelf wel zal doen. Is het lekker, meisje? Gaat goed? Rijker staat te eten. Lekker ding. Hé? Gaan we zo lopen? Ja, hè? Gaan we zo lopen, hè? Of niet dan? Ja, hè, Elwing? Oh, wat zit je daar mooi. Oh, wat zit je daar mooi. Heel wat ben je mooi. Mooie meid, hè. Heel mooie meid. Nog een mooie meid.
Ja, die eet meestal, die hamstert meestal. Dan neemt het mee naar de bank en hup, gaat ze weer. Maar wat is dat een mooie meid, hè? Ja, Elwin, zo'n mooie meid, hè? Wat een tikkie. Ja, mooi beestje. Ze moet, ik moet ze weer douchen en ik zit daar dus, hoe heet het, daar ben ik energie voor aan het opbouwen. Dus zoveel mogelijk rustig aan hier, zodat ik op een dag allebei kan doen. Ja, dat vergt veel van mij. Maar het moet wel even gedaan worden. Wel heb ik er net even, de ene was uit de droger gehaald en mee naar beneden. Dat ik beneden opvouwen en hier opruimen. Keukenwas. En de andere was zit in de droger. Dus ja, helemaal goed. Hé, ja, lekker hè, meisje. Of krullen in het nekje, hè. Even krullen in het nekje, ja. Maar oké, lieve vrienden. Ik ga de hondjes even uitlaten. En dan zien we wel weer. Ik zou eten klaargemaakt hebben, maar ik denk, nee, die moet rustig aan doen. Die meisjes, die moeten van de week gedoucht worden, dus... Gooi er een patatje in. Wel zo lekker. Toch? Ja. Maar ik zou zeggen, we spreken elkaar later. Of het nou vanavond is of morgen, dat weet ik nog niet. Ik denk dat ik nog wel even terugkom. Ja, ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Nee. Ik kan er geen enigszins aan geven. Maar dat komt allemaal wel goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, hou jullie goed en tot later. Doei!